Joehoe! Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Mireostad. Je hoeft jullie daar niet meer mee te belasten. Ik heb nu 21 en ik kan mijn hele inventory weer vol laden. Dat is mooi, succes. Joehoe! Pak lava meer maar. Welke lava meer snelst? Een van de twee. Geen idee. Oh, Bram, wacht. Je bent nog steeds beneden. Je bent al beneden. Lama. 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 LM. Oh, dit meer is bijna op. Ja, maak hem wel even helemaal op. Ja. Maar ik heb lekker veel emmers bij me, dus het kan... lekker leeg pompen. Je hebt ook gewoon niet alle bloks eruit gehaald, hè? Uit de bomen. Er staan hier gewoon nog allemaal zwevende blaadjes. Het kan best. Hey. Huh? Hoezo is mijn inventory niet vol? Oh, ik kon meer maken. Maar ik heb er 21. Heb ga weghout. Hout gaat toch weg. Steek gewoon in de fik, joh. Nee. Oh, jawel. Kostbaar hout. Wacht. Wil hij in de fik gaan steken? Ja. Al die blaadjes in één keer weg. Die boom kan nog opgehakt worden. Ik hak die boom om. Ik heb lekker sneller. Nee, want ik heb dat die hout nodig. Die hout. Oeh, dat deed pijn. Komt ie. Oeh, dat deed pijn. Ja. Nou, ik ben wel wat sneller. Maar ik ga niet de bomen klimmen. Jij mag jij doen. Ja. Yep. Klim maar gelijk de boom in. Kijk, je mag gratis hout. Wil je gratis hout? Kijk, ja. Hier, hout. Maar... ja, ik moet dit laten. Is dat ook zo'n grote boom? Ja, dat is ook zo'n grote boom. Ja, scheidboom. Nou, nu zit alles weer vol met lava. Dat is mooi. Het lava. Hier zo, zo. Dus nu moeten we stone krijgen. Ja, ik heb ook heel veel stone nodig. Ja, ik heb al anderhalf stack hier. Even wat bricks maken. Nog wat bricks. Waar had ik al die bricks voor nodig? Oh ja, daarvoor. Ja. En dan mijn inventory weer erin pleuren. Kunnen zeker wel dingen weg. Die kan weg. Kunnen zeker wel dingen weg. Ja. Die zijn ook weg. Ik ben meer dirt aan het hakken. Ja, wel voor een project. Ik ga zo dirt plaatsen. Ik weet zeker dat ik sneller hak dan jij het plaats. Op de dat goede kan best. Hier gaat wel een hele diamond shuffle eraan. Maar ja. Is dan maar zo. Ik heb net weer diamonds gehakt. Dus... diamonds waren vroeger echt een groot probleem, niet meer. Het is wel grappig, als op een gegeven moment dacht van, hé, je bent best wel wat diamonds eigenlijk al. Maar het komt ook zo ontzettend veel mine, hè. Ja, ongelooflijk. Moet je zien hoeveel tijd we hebben gestoken in alleen al mine. Voor ja, al dit bizar. Steen wat hier zit, hè, dames en heren. Het is echt zo'n teller voor steen, voor zo'n steen je had gemined. Pijn, het is hard om dat weg te gooien, de wereld. Ja. Uiteindelijk. Pain in the ass. Dus, maar we gaan nu ook vrolijk mee verder met deze serie. Dus we gaan nog wel een tijdje door, denk ik. Ja, er komt natuurlijk een gast. En we gaan waarschijnlijk meerdere, als deze stad helemaal af is, zeg maar, kunnen we meerdere steden gaan doen. Precies, dan kunnen we de
Hansen. En kunnen we een multiplayer server maken? Ja, met protectie en zo. En dan kunnen mensen misschien wel bijbouwen voor ons. Eigen plotje. Misschien. Misschien, wie weet. Misschien wel, ja. Who knows? I'll never know. Nou, er zal sowieso wel iets met deze wereld gebeuren. Ik ben nu met de haven bezig. Ook echt een groot project. Ja. Ik had de vorige aflevering denk ik weer een detailtje. Steigertje erbij. Bram is nog steeds bezig daar in het noorden. Tenminste, of het het noorden is, weet ik niet. Maar... Dit is het oosten. Oh, het oosten. Nou, voor mij is het het noorden. In het bergachtige noorden. Dat bedoel je waarschijnlijk. In de bergen. De bergen. De bergen. Heb je daar al een bed? Nee, ik heb nog steeds geen bed. Dat had ik moeten meenemen. Maar de schaap gaat zo hierheen. You can only sleep at night. Is de nacht dan? Oh, de nacht. Even ik heb hier allemaal zoveel toortjes staan dat ik niet eens door heb dat de nacht ja, wordt. Ja, wegwezen. Uit de server. Ja, maar als je zoveel toortjes hebt, dan zie je ook niet meer of dat het... Nee, dan moet er gewoon een keer... Met die muur moet er gewoon overal toortjes gaan plaatsen. Straatlantaarns met toortjes. Zwaar. Zo. Havenkantoor. Daar heb ik ook al straks een huisje voor. Havenkantoor, ja. Onder de trap. Onder de trap. Ja. Of onder het terras. Onder het plein. Zodat je zo'n om een huisje hebt, zeg maar, van die kleine... Dingen ja, nee, onder het plein nog. Snap ja, je wat ik dingen onder. Oh ja, zo'n shopping. Ja, ik snap hem. Onder het gemeentehuis, dat je in de. Zeg maar in de kade, dat je er wat in. In de kade, ja. Ja, ja. Ik denk dat het wel leuk lijkt. Ja, een restaurantje of zo. Zoiets. Ja, dat heb je vast wel in de. Ja, dat heb je zeker wel. En anders dan maken we het er wel van. Dat we dat hadden. Nou, ik heb het wel eens gezien hoor. Middeleeuwen bestond het ook vast wel. Goed, ik kom weer een paar stacks kobbel opbrengen. En dan... Brengen? Nee, niet naar jou. Hey! Schrik me dood van jou, man. Scheidbeest. Wat is er nou weer? Ja, fucking skeleton naast me. Ik vind het geslaagde... Wat is het? Wordt het een koeien... Nee, doe maar schapen eerst, joh. Hou de koeien nog maar even hier. Okay. Kunnen we wat farmen voor wat vlees? Want... Ja, oké, dan wil ik de schapen. De koeien wil ik wel iets groter doen. Ja, dan kan je gewoon de schapen weghalen en dan kan je de. Ja, nee, de koeien farmen. Wordt dit veld. Dit is iets groter. Dit is meer een hoek. Schaak is meer een hoek. Schapen, geen schaken. Maar ik neem toch wel aan. Waarom verplaats je niet gewoon allemaal? In één hok. Dan pak je. Ja, je sloopt er een paar. Maar je verplaatst iets van 30 of zo. Hoe dan doe je? Dan maak je allemaal hekjes en dan leid je sowieso naar boven. Oh, helemaal hek is een pad maken. Ja. Waarom nee, ik weet je wat ik ga doen? Ik zet hier gewoon een kist neer met wat weed. En elke keer als ik langsloop geef ik gewoon 3 of 4 schapen die ik hierin stop, geef ik wat weed. En dan ben je zo weer bij die hoeveelheid. Oké. Zo. En dan killen we nu alle schapen wel. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? Maar ik ga eventjes wat steen pakken. Je houdt er gewoon die chest dan niet weg ofzo? Wow, er zit bijna geen steen in. Ben je net geweest of zo? Waar? Steen? Ja, ik ben net geweest. Zeg dat dan eerder. Nou, net. Dat was al wel een tijdje geleden hoor. Ik denk, meestal zit er dan wel een steen in. Ik heb wel een leuke manier om bij... Ah, shit. Dan voel ik wel het water in. Ja? Je hebt wel een leuke manier om bij... Om bij het schapenhok te komen. Ja? Nou? Nou, ik heb zeg maar... In het huisje zit een deur naar het hok toe. Dus niet zo'n... zo'n gate deur. Zeg maar in het huisje en dan zit er een deur naar het hok toe. Oké. Oh ja, dat is wel gaaf, ja. Je hebt het boeren ook. Boeren van het goede leen. Gelijk een deur in de stal. Gelijk een deur naar de stal, dan kun je gelijk lekker die stank van die koeien en die schapen. Heerlijk. Heerlijk. Nee. Mmm.
echt om gewoon zin in te hebben om even lekker door die deur te gaan en lekker even te ruiken. Mm. Die frissende geur van die schijt. Ik verlang nu al naar. Oké, okay, laten we er even over stoppen, want dit is een beetje verkeerd. Oké, okay, schapen. Ik ga eerst even killen. En wie er overleeft, die heeft geluk. Het zijn er wel erg veel trouwens. XP to the max. Ja, ik ben nog wel level 8. Ik ga gewoon in het hoekje staan hier alles wat dichterbij komt schillen. Oh, maar zit grotere range gaan killen, want alles om me heen gaat dood. Maar die schapen denken, yes, ik heb meer ruimte en die komen allemaal vanzelf naar me toe. Ja? Zo erg is het. Zo dicht zitten ze op elkaar dat ze gewoon naar me toe komen door de ruimte tekort. Bram, 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 toch? Oh, die shit, mijn zwaard gaat eraan. Oh, dan ga ik verder met mijn ex. Met je ex? Ja, die heeft net zoveel damages. Oké. Okay. Heeft toch heel veel. Veel meer. Net zoveel damage. Damage? Ik trek de kade gewoon rechtdoor. Je recht hoort er vaak klikken. Oh, dat was mijn. Ik trek de kade gewoon rechtdoor. Hier ga ik even wat naar Je beneden. Moet zien hoe we hier doden. Hoeveel er vermoord worden, joh. No! Please not! No, 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 no. Wat is er? No! Oh shit, net op tijd. Ik heb het hok geopend. En al die schapen komen er in principe gewoon uitlopen. Oh my god, ben je nou nog niet klaar? Ik ben een heter al aan het killen. Nee, jij gaat niet killen. Killen! Niet alles, hè? Hou wel wat over, UB. Gewoon een stuk of 4 of zo, weet ik veel. 4 niet best. Erg, hè? Hoeveel er zijn. Allemaal in het hoekie. Oké, stop. Ik heb al 3 stacks vlees. Oké, stop. Stop, stop! We zijn dus dit zo even klaar. Nou, succes. Hier heb je bol en vlees. Ja, doe even in de kist uit, Bill. Ik kan niks oppakken. Doe het even. Je laat ook een schaap eruit niet, gewoon. Niet, Ari. Niet in die chest, in de andere chest, Bram. In een andere chest. Bij de ovens. Ja, ik voel hier wel in. Ja, oh my god. Ik neem alles de rest er ook in. Ik voel niet. Ja, ik deed de rest erin. Nu niet meer. Ik heb struit gehaald. Ja, welke is het meeste leeg? Ik had trouwens het steen. Ik heb geen steen. Ik wil het steen. Nou, ben je niet te laat. Nee hoor, hier. Ik heb ik had echt 3 seconden voordat jij het had. Want ik heb het nodig. Was het maar een stek? Ja, meer zat er niet in. Gaat moeizaam hoor. Moeizaam, hè? Wat ja, moeizaam. Moeizaam. De koeien zijn straks ook aan de beurt, jongens. Ja, als het volgende ding af is, gaan jullie. Ga je gelijk door naar het volgende ding dan? Nee. Ik kan het ja, straks wel, als ik alle schapen erin heb. Twee dezelfde projecten achter elkaar is het ook niet heel erg leuk, denk ik. Nee, maar ik kan er nu gewoon 2 naast elkaar doen. Ik heb toch alle spullen in mijn inventory. Nee, schaap. Ga niet in de koeienhok. Oh, ik ben druk met de haven. Niemand let op. Geen enkel schaap denkt van, hey, lekker. Weet. Ja, er is echt iets mis met deze wereld, soms. Dat is niet met de wereld, het is met Minecraft. Minecraft? Ja, nu komen ze allemaal. Oké, okay, kom maar. Echt zo'n stoet van schapen. Nou, kom op, jongens. Ik denk dat trouwens wel bijna de stone in de ovens op is. Oké, okay, daar komt het volgende schaap. Wacht even tot iedereen... Ja, oké, okay, het gaat allemaal goed. Ik hoop dat jullie niet van de trap af denderen. Oh, nee. Jullie moeten wel even opletten. Dat, hier ben ik namelijk. Ja, wat zo. Kijk maar weer. Ah, domme beesten. Kijk nou gewoon. Je kijkt naar mij en je komt niet eens. Dat vind ik zo dom. Ja, zo dom. Nou, elk schaap opnieuw. Maak dan een lied. Oh ja. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. We hebben slime, dus...
Nou, ik heb er nu bijna. Ik heb er 4 zo hier. En dat is in principe meer dan genoeg. En de rest dat nog beneden staat, ja, dat is de. Dan moet ik helaas zeggen dat die doodgaan. Ja, niet volgens dood. Ja. Volg dat is wel niet. Pijnlijk, niet volgens dood. Een beetje dictatorachtig, hè? Ja. Nou, ze hebben ook wel een beetje. We zijn de enige in de hele wereld, hè? Ze kunnen doen wat we willen. Niemand die ons tegenhoudt. Ja. Nou, niet met z'n tweeën tegelijk. Het deur heen, dat kan niet. Ga elkaar zitten wegduwen. Ja. Ze dom gaan ze elkaar zitten wegduwen. Oh mijn god, ik mis 1 blokje hout. Ga weg, dom schaap. Jij moet eerst. Ja, zeg maar. Ah, kom op, jongens. In welk land wonen jullie? China? Nou, je praat niet correct Nederlands. Nee, ze hebben. Nee. We moeten weer eens bomen gaan plaatsen. Bram? Je moet weer eens bomen. Bomen plaatsen? Ja, dat mag je doen. Ja. Hallo. Ik heb net heel veel gehakt en ik ga nu weer hakken. Nou, is er echt serieus geen enkel schaap dat hier doorheen kan komen? Nou, nog een keer proberen. Deuren weggehakt. Nu moet iedereen weer opnieuw gaan kijken naar mij. Nou, even wachten. Nou, die gaat er zelf wel in. Oh, dat is knap. Dat is heel knap. Oh, ze gaan er zelf wel in. Kom op, niet weglopen. Ja, mooi zo. Nou, helemaal mooi. Graven. Maar, als jij eens met de bomen bezig gaat misschien. Of heb je nog genoeg hout? Ik heb nog op zich nog genoeg. Ik op dit moment niet meer. Ik heb niks meer. Is er 1 blok. Niet dat ik het nu per direct nodig heb ofzo. Ah, oh, rot op schaap. Ga even weg. Ga niet elkaar wegduwen. Ja, doen ze het weer, hè? Krijgen serieus niet schapen in een fucking hok? Nee, ze zitten elkaar, zeg maar, in. Ja, hetzelfde blokje te duwen. Ze willen allebei, zeg maar, één koefeling van de rest door 1 blokje heen. Dat past niet. Joh, dat past niet, dat klopt. En dan willen ze ook niet hier weg, want duw ze het weg. Nou, kom op jongens. Nog 1 keer probeer ik en dan haal ik de deur weg. Sluit ik jullie gewoon op. Ja, oké, dat is de eerste. Nou, kom op jongen. Oh, ja. Je legt niet eens op. Wat dommer. Ja, daar kom je. Ah. Dat heeft 23 jaar geduurd. Ja, oké, dan ga ik heel even slapen. Hoppakee. En leave. En join. Invalid game session. Nee. Nee, gelukt niet. Wat ik ook aan het doen is een restaurant in de trap maken. Wat wil je? Maak het havenkantoor. Restaurant? Restaurant of ja. Havenkantoor? Eerst de havenkantoor. Ik zou het restaurant doen, want anders hebben we een loos stukje. Maar havenkantoor is logischer. Wat, in de trap? Kom eens hier. Kijken. Ik kom eens kijken. Want anders hebben we hier een loos stukje. Dan kan ik daar tras op maken, anders dan wordt het zo'n, weet je, zo'n hangjongerenhoekje. Ja, zo noem ik dat. Hier. Dan wordt dit een hangerjongerenhoekje. En anders dan maak ik er een tras van. En als een havenkantoor heeft geen tras, dus. Tja. Ja, oké. Okay. Dus dan maak ik een. Dit is een mooie muur. Ja, moet nog even afmaken. Ja, ik vind het idee wel leuk. Ja? Ik zal even helpen. Is goed. Ik heb toch nog redelijk wat prik. Ja, daarna moet ik weer gaan hakken. Oh. Maar ik heb nou weer 2 stacks.
Ik vond die trap vond ik ook wel leuk. Daarom hebben we nou ineens geen hout meer. Door die trap. Maar wel zo is, hè? Ja. Is het blijft de middeleeuwen. Het pad. En het blijft een kade. En dat betekent dat dit heel vaak onder water staat, het deel als. Ja, dus. Storm is. Dat je niet. Of, ja, dat het niet. 100 palen achter elkaar zet. Snap je? Wat ik zou doen als ik jou was, gewoon. Ja. Het is wel leuk hoor, maar. Ja, het loopt over. Ik snap hem. Hij loopt over, maar. Ja, dan zit er ook geen restaurant. Ja, maar de onderste drie lagen van steen doen. Ja, maar dan zit er ook geen restaurant. Oh, onder de trap een restaurant. Ja. Oh, jij wil. Wat je kunt doen is dit. Kijk, dat je dit doet. En dat je dan deze balken. Gewoon een voorbeeld. Zeg maar. Zo doet. En dan deze ook nog zo dan. Nog zo. En dan dit open doen. Hier iets onder kunnen open. Doen. Open. Maar. Hier als je iets kunt maken. Dan loopt dit ook onder. Ja, maar dat is logisch. Maar. Het is altijd zo met kaders. Deze gebouwen moeten er gewoon bestemd voor zijn. Maar ik bedoel, dit is toch leuk dat je dan zoiets hebt. Kan je beter een klein trappetje maken? Drie hoog zo. Zodat. Het restaurant niet overgelopen kan worden. Ja, weet je. Wat je gewoon moet zorgen, is dat er een. Een piston door zit. Die gewoon dicht kan. Och, jezus. Glas. Snap je? Jezus. Is toch leuk? Doe dat lekker zelf. Ik weet niet hoe dat werkt, man. Nee, oh, dat kan ik zelf wel. Dat kan ik wel doen voor jou. Nou, succes. Dat is heel leuk. Kun je zo in de buurt maken. En dan is het wel realistisch. Want dan, zeg maar, als de water in de buurt komt, gaat hij dicht. Ja, als jij dan de piston door maakt, dan ga ik hier de restaurant een beetje uitbreiden. Waar komt het dan? Hieronder? Ja, hier wordt dan de deur. Ja, dan moet je eigenlijk twee deuren hebben. Ingang. De ingang die komt dan aan deze kant. En dan ga ik vanaf hier verder zo. Dubbele ingang? Ja. Okay. Maar komt er van boven komt er ook nog een ingang. Want als het dan overloopt, dan kunnen ze dat ook... Dit vind ik wat leukere delen. Piston doors maken. Vind ik dat grappig. Ja? Ja, vind ik leuk. Nou, dat is mooi. Ja, helemaal zo, ja. Helemaal mooi, iemand die doet. Jop. Dat denk ik echt. Ja, geloof ik. Bram? Ja? Ik heb even een ideetje. Ja, oké. Ik ben een beetje klaar mee. Jij hebt levels, hè? Ik heb levels. Hoeveel levels heb je? 29. Goed, maak 10 iron pickaxen. En zoek er eentje waar Silk Touch op kan. Oké. Want ik ben een beetje klaar met de hele tijd dat verbranden en dat wachten op stone bricks. Dus ik ga even 30 iron hier vandaan halen. Ik ben er een beetje klaar mee. Kan je wel begrijpen, hè? Maar even door, ik denk dat je dat zelf eerst even moet doen zo. Wat? Ik ga eerst even de piston doors maken, oké? Want ik kan niet levelen, ik kan dat niet doen. Ja, maar mijn inventory zit helemaal vol. Ja, dan moet je het zomaar doen. Ja, dat bedoel ik. 15 redstone. Ik denk, ja, ik heb wel meer nodig. Ik neem gewoon een stack mee. Het codewoord voor deze aflevering is... No idea. Nee, ik weet geen idee. No idea betekent geen idee. Tengo no idea. Aflevering 22. Nou, dat bedenk ik er wel een. Eens even denken... Koffiewafel. Hoe maak je ook weer een piston? Een koffiewafel met wafel en koffie. Een piston. Drie houtblokjes boven. Oh, drie houtblokjes boven. Ik doe helemaal verkeerd. Drie houtblokjes boven, ja. En dan de vier blokjes ernaast. Ja, ik heb hem weer. Ik heb hem weer. Okay. Mooi. Je wist niet dat er drie houtblokjes boven moesten? Ja, ik had de hout aan de zijkant of zo, weet ik veel wat ik had. Heb je nou allebei de kanten nodig dan? Ik heb vier pistons nodig, vier stukken pisten. Ja? Maar hoeveel ruimte heb je nodig? Weet niet, het gaat vooral de grond in. Het gaat gewoon de grond in, oké. Dus ik hoef niet de berekening te houden en met... ik heb stone nodig. Gewoon stone? Ja, dat hoor je goed. Nou, laat ik nou toevallig... Ik heb het al hoor.
Oké. Dan niet. Dan niet. Dan niet, hè? Vind ik ook, dan niet. Nog één verder. De entree. De redstone torches maken. Misschien de main meer. Entrance. Echt zo'n heel hotelachtig ding. Oh, dat kan ook op plus doen, hoor. Mm. Kunnen wel het is ergens... meer herberg, hè? Dus we moet je kunnen, een beetje rekening houden. Ja, een beetje herbergachtig. Dan. En nu ben ik weer vergeten hoe ik natuurlijk een repeater maak. Zoiets. Dat weet ik niet. Oh, dat weet ik volgens mij wel. Zoiets, ja. Oké, mooi. Nou, krijgen we er weer wat dirt bij, hoor. Goed om te horen. We maken het niveau, zeg maar, 3. Dus 3 blokjes boven het waterniveau moet... stroomt het niet over, zeg maar. Snap je? Ja, ik zat. Dus alle gebouwen moeten meer dan 3 hoog... moeten 3 hoog of... Ja, moet zeg maar... Ik kan helemaal dicht, zeg maar. Wat ga je nou doen? Een trap maken omhoog. Waarom maak je trap omhoog? Nou, ik ga hier een heel mooi uitkijkraam maken. Oh, leuk. Ja, ja. Gewoon zo'n raam over de hele lengte. Nou, nee, niet helemaal, maar ik ga nog wel tussen... Zit ook bij de lijst, trouwens. Wat? Deze gebouwen die je nu maar maken bent. Het havenkantoor. Maar dat ik denk, heb ik allemaal op de lijst. Ik denk dat de deur niet 2x2 kan worden. Oh, dat is kut. Ja, of hij moet wat naar binnen zitten, anders zie je al de redstone. Ja, hoe bedoel je met wat naar binnen? Nou kijk, dan moet de deur hier... Hier deze lijn. En dan moet hier zeg maar een muur voor. Dan zie je het. Oh, wat je dan doet is gewoon zo. Kijk hoor, stone bricks. Ja, dan moet je dan even nog even stylen. Zo, en dan maak je hier de deur. En dan kan je hier kan je eventueel nog zo doen. Ja, ik ga hier de deur maken. Dat is een goed idee. Snap je? Een minimaal van 2 blokjes doorloop. Oh, dus ander hout. Oh, je hebt ander hout gebruikt. Ja, zie je het? Ook. Oké. Nog gelijk. Ik heb hier nog 1 oak root. Nee, ik heb ook wel wat. En hier kan het wel gebeuren. Hebben we ook glowstone? Nee. Mag ik dan naar de nether om even wat glowstone te halen? Ja, ik vind het prima. Gebruik ik even een chest om al mijn spul in te doen. Anders raak ik een paar stacks steen kwijt. En daar heb ik geen zin in! Ik heb geen bricks meer. Ja, hier zit nog een klein beetje in. Ik heb nog een beetje, een paar stacks. Maar haal eerst maar even uit de ovens. Ja, dat is goed. Lijkt me wat beter. Ik ga even naar de nether, see you. Alright. Nou, dames en heren, het gaat goed. En... Nou, toe dan. He. Oh, lek. Oh god. Lekt alles. Wow, er stond een creeper hier. Bram, ik heb een klein probleem. Wat nou weer? Er stond hier een creeper en de netherportal is opgeblazen. Nou, heb dus je kun je niet meer heen? Nee, dus ik kan niet meer terug nu. Oh god. Neem een aansteker mee en kom even hier naartoe. Nou, als ik erheen ga, wordt sowieso een nieuwe gemaakt. Dus ik hoef geen aansteker mee. Ja, kan wel als ik het wil repareren. Lijkt me dat wel een goed idee, ja. Ik pak wel even een aansteker. Kom eraan. Aansteker, waar ben je? Oh, wil je ook dirt meenemen? Oh nee, laat maar. Hoeft niet. Ik heb al dirt. Nee, laat maar. Ik heb al blokjes. Oh, we bijna al zijn huis in de fik steken. Per ongeluk. Maar er wordt dus een nieuwe gemaakt, zeg je? Ja, als ik nu erin ga en hij stuk, dan maakt het maat ergens nieuwe. Dus het is nee, het kan ook 100.000 blocks verder zijn. Ja. Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Kan, hè? Kan ook zijn dat het ernaast komt. Waar ben jij? Hé, hey, is ernaast. Hallo. Mooi. Nu hebben we 2. Steek hem even aan. Look, we have 2. Where are you? Ik ben close aan het hakken, ik ben bijna klaar. Kom zo terug. Ik kom nu terug. Nou, oké, ik ben weer terug. Je hebt hem gemaakt?
Ja, hij is weer terug. Beide doen het. We zijn nu twee naast elkaar. Lol. Nou, dan hebben we toch nog wat geluk. Ja, toch nog wat, hè? Echt, ik kwam net erin en ineens ik zag een creeper. Ik denk, kut. Oh. Hey, gold nuggets. Heb je niet heel veel aan? Nee, dat klopt. Bloep. En ik kom weer terug, laggy. Oh, heb je niet even geslapen? Ik had het eigenlijk nog niet gedaan. Nee, maakt niet uit. Ik heb glowstone. Nou, dat moet ik daar niet in doen. Voor deze keer zal ik het even in een andere chest doen. Pak al mijn spul weer terug. Dit erin. 6, nee. 8. Nee. Wel, 36. Heb je John Smith aan? Ja. Oh ja, automatisch, hè? Ja. Oh ja, zo was het. En dan was het dit, en dan dit, en dan dit, en dan dit, en dan dit. En dan was het dit. Je moet hakken. No! Wat is er? Daar dat ik dood was. Het is gewoon een godstel. Nee, shit, ik word vermoord. Ah! Ik zie niks en ik word vermoord. Waar ben je? Ik ben in een gat gevallen. Oh, lol. En ik heb geen torches. Kom maar snel. Kom. Ik denk dat... Ja, je moet even vanzelf even omhoog zien te komen. Misschien hak je hem nog een keer weg, maar dan hebben we nog ja, een extra stroom bezig. Wacht, ik doe ook even oh, andere. Shit, ze de creepy voor de deur. Je ziet mij gelukkig niet, maar... Maak even de grot verlicht, want... Oh shit, twee creepers. Gauw weg hier. Oh no. Wat is er? Zeg niet dat hij mij gezien heeft. Dan gaat de hele wereld al ontploffen. Wat ja, een kijk, ik geef je een aanwijzing. Wacht, niet doen, ik ben hier in een gat. Nee, aanwijzing. Nee? Waar de creeper is, hij is ergens hierachter. Ik zou hem killen als ik jou was, anders komt hij opeens tevoorschijn en dan is het allemaal weg. Waar? Hier achter de muur. Ja, de zombie nu daar ongeveer. Oh ja, ik zie hem. Ik leid hem even het water in. Prima. Oeh, Jordan, hè? Nee. Hij is dood. Is goed om te horen. Oké, dit is dus... Ik was mee bezig met het hakken van iets. En werkt die? Nou, ik ben geen magische gek die al in één seconde kan. Een magische gek? Oh my god. Je kunt hier er weer een uitkijktoren van maken. Oh yes. Oh, wat zijn dit voor dingen? Is dit een piston? Ja, dat is een piston. Oh mooi. Dan is dit dus... Zo. 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 Wat lekker dan. Wat? Die cave hier. De cave zit een beetje in de weg. Nou ja. Het is niet anders. Het is waar. Er moet sowieso nog een hek geplaatst worden. Dit klopt, dit klopt. Maar dit dat klopt. Zijn details, die doe ik altijd later. Hekjes en zo. Ik ook. Hoe kom ik hier omhoog? Niet. Ja, dat is een goede vraag. Hoe kom ik hier omhoog?
dan... heb ik... even dit... twee... en dan weer 1, 2. Kijk eens. Mooi. Oeps, push. Toen viel ik naar beneden. Hier 2. En dan door. En hier 2. Je moet het kunnen bedienen. En nu zit hij open of dicht? Nu is hij open, hè? Ja. Dus dat betekent dat als je nu op gaat drukken, dat hij open moet gaan eigenlijk. Dus. Hoe gaan we dat doen? Als ik hier nou gewoon dit doe. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. En hier, hier. Dit vind ik altijd leuk, dit soort dingen. Ja? Zo. Ga eens op een pressure plate staan. Nou gaat hij dicht. Ja, dat had ik wel verwacht. En dan blijft hij. En dan gaat er eentje open en eentje blijft dicht. Ja, even wachten. Nu eens. Nou zijn ze alle twee dicht. Nou gaat er één open. Hoezo gaat de E? Deze gaat niet open. Oh, ik zie het al. Deze powert deze. Dus dan blijft hij eeuwig aan. Dus als ik hier een repeater plaats. Wie wil? Ja, hij heeft meer delay. Ja. Ik ga kijken hoe ik de delay kan verminderen. Ik kan hem makkelijk verminderen. Gewoon wat omwegjes maken. Die zo, zo. En dan die daar langs. Het komt door die cave. Scheid cave. Waarschijnlijk kom je nu is de delay het minst. Perfect. Kijk, je hebt hier ook al wat mooier gemaakt. Zo. Kan het ook glas worden? Tuurlijk. Toevallig heb ik glas bij me. Dus vond ik misschien wel wat leuk om dat glas te doen. Zo. Het lijkt wel heel erg leuk. Ja, hè? Nou, en dan gaan we hier met de trap. Is het niet nodig, dit? Alleen buiten lijkt het een beetje raar. Ja, dat klopt nu nog wel. Waar ben je? De trap hier, als je zijkant. Dan ben je zo'n blik. Ja, daar moeten we nog even iets op vinden. Ik kan er wel een heel stuk van afhakken, hoor. Of wat je kunt doen is iets van zo. Ja, dat was ook wel mijn bedoeling, om het een uitkijktoren te maken. Misschien kunnen we er een klein trasje op zetten. Of is dat weer te klein voor? Ja, dat is te klein. Ja, dat is te klein. Ja, het ziet er mooi uit. Nou, alleen nog de binnenkant. Ja, dat ziet er wel echt leuk uit. Uithollen. Dit eventjes fixen. Maar dat is de taak voor de volgende aflevering. Volgende aflevering, ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het begint eindelijk ergens op gelijk nu, hè? Ja, het begint echt wat te worden. Het begint wat vorm te krijgen. Het is leuker. Na 22 afleveringen begint het wat te worden. Ja, ik heb nog steeds die codewoorden ervoor staan, dames en heren. Sorry. Hier hebben jullie alle dingen weer. Even kijken, hebben we nog wat voltooid? Hebben we al een codewoord? Weet ik niet. Wacht even. Ik kan dat snel even bekijken. 23. Is het 23? Ja, ik weet niet zeker. Ja, we hebben hier wel een codewoord. We zijn al 54 minuten aan het opnemen. Dus ja. Oh, ja. Oké, de curry moest ik editen. En de koffiewafel moet ik ook editen. Kijk! Wacht even, ik kom eraan.
Ja, kijk waar. Ja, ik ben. Hier. Ik spring. Wee! Hierboven. Waarboven? Hier, waar ik sta. Ah, de boom is in de fik. Ah, ik het blokje hout. Nee, blokje. Nee. Ik denk dat er net een paar blokjes hout overblijven. Dat zou zo zuur zijn. Dat één zo'n blokje hout. Dat je dan... Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Alles is nu in de fik, dus. Oh, er blijft wel een blokje staan, denk ik. Geen houtblokje. Ja, twee glasblokjes. Ja, maar die gaan weg. Oh ja. Ja. Hier gedacht. Hak het hout. Hak het laatste blokje hout. Nee. Het is gewoon raar dit. Het hangt gewoon in de lucht. Ja, logisch hè. Kut Minecraft. Het is nooit logisch geweest. Gaat ook nooit worden, denk ik. Helaas. Kijk, dit irriteert me dus de continue. Ja, mij ook. Dit. Bam. Nu kan ik gewoon hier ook omhoog. Dat klopt niet helemaal. Dat is het mooie ervan. Het is ook eerder iets van... Dit doen. Ja. Maar je kan ook zo, ja, hè? De rest is brick. Dus dan op een gegeven moment kan je het ook aan de kant. Hey, hallo. Scheef. Nou, goh. Zo moet het op een gegeven moment worden. Maar dat is voor latere zorg. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van... Minecraft Project Middeleeuwse Stad. En er komt sowieso nog een gast aan. Dit is aflevering 23. Waarschijnlijk hebben jullie het al lang gevraagd. Het wordt een gastaflevering, denk ik. We moeten eerst een gast vinden. Ja, ik heb wel gevoel wie, denk ik. Nou, wie? Dat idee. Jij? Oh mijn god, ik heb een half hartje. Goh, moet je hem niet ervan afspringen, hè? Ik zie jullie later. Ja. Bye. Bye.